Ja, een heerlijke nulronde. Hoe voelt dat? Ja, is toch een stuk beter gevoel nu natuurlijk om mijn WK zo af te sluiten eigenlijk. Ik hoop dat het ons nog ergens brengt. Het is natuurlijk doodzonde wat er gisteren is gebeurd. Van mijzelf en Jur Vrielingen minder resultaat, waardoor we ver naar achter zijn geschoven. Toch zijn vandaag 3 nulrondes nodig en wie weet waar ons daartoe leidt. Had je vanochtend iets van revanche gevoelens? Ja, zeker gisteren moet ik zeggen, na de proef was ik natuurlijk wel rustig. Baalde er enorm van. Natuurlijk geeft dat weer hoop na zo'n rondje als Mark. En dan hoop je dat die andere twee het zo goed doen. Dat je vooraan meedoet. Jammer genoeg lukte dat bij Jur ook niet. Harry bracht ons toch weer enigszins terug in de strijd. En nu zijn we vandaag 3-0 rondes nodig om hopelijk nog enigszins mee te doen. En we zijn in elk geval goed begonnen. En hopelijk gaat het zo door. Wat is het grote verschil met gisteren? Ik denk vooral zit in de afstanden tussen de hindernissen. Gisteren waren er toch wel wat opties. Zeker de laatste lijn, wat toch wel een beetje een jokerlijn bleek uiteindelijk. Die joker zit er vandaag iets minder in, een klein beetje in de driesprong. Maar het loopt iets mooier denk ik. De paden komen iets makkelijker in het parcours erin. En ze hebben er gewoon minder moeite mee vandaag als gisteren. Hoe bepalend is dit resultaat voor jouw gevoel aan het eind van het WK? Heel bepalend. Je wil op zo'n moment, op zulke momenten moet je jezelf laten zien. Dat zijn de momenten waar het om gaat. Veel belangrijker als elke andere wedstrijd. En je werkt er lang naartoe. Het beste teleurstellender is een dag als gisteren. En gelukkig maakt mijn weekend zeker niet zoals ik het gewild had. Alleen gelukkig heb ik toch één keer kunnen laten zien dat we het niveau aankunnen.